Wie zwijmelde er niet weg bij Flying Doctors? Documentairemaakster Nienke Eijsink in ieder geval wel. Zij zocht voor haar nieuwe film haar grote jeugdidool Liz Burch, die de rol van Dr. Chris speelde in Australië. Het leidde tot een opmerkelijke samenwerking. Zo zag in de jaren 80 de kamer van documentairemaakster Nienke eruit. Als tiener was ze helemaal gek van The Flying Doctors. En dan met name van het personage Dr. Chris Randall. The hall decorations, that could present a problem. Oh, but the hall must be decorated. Toen ik opgroeide wilde ik precies zo worden als zij. Dus ik wilde echt heel graag Flying Doctor worden. En toen las ik een keer een interview dat ze 2 pakjes sigaretten per dag rookte. En dat was het moment dat ik me realiseerde, er is een actrice. Op dat moment realiseerde ik me dat ik dus eigenlijk helemaal geen Flying Doctor hoefde te worden om zo dicht mogelijk bij mijn idool te komen. Ik kon ook gewoon actrice worden of filmmaker. Nienke ontdekt door Dr. Randall dat ze lesbisch is en ze besluit haar eerste film te wijden aan deze jeugdliefde. Nienke vliegt zelfs naar Australië en komt na een lange zoektocht eindelijk in contact met Liz Burch, de actrice die Dr. Randall speelde. Hi, how are you? Fine, how are you? I'm Liz Burch. I'm Nienke, this is Sel. Hi, come in. A lot of my friends said, oh Liz, you know, you be careful, she might be a stalker. And I said, no, I don't think so. She's very honest, very straightforward, and it was flattering. Looking back, you are probably the person I had a first crush on in my life. Yeah. You made me a lesbian. Oh, no! I was shocked. Yeah, but hey, you know, life's an adventure. Helaas voor Nienke valt Liz niet op vrouwen. Maar de twee maken wel samen een film waarin Nienke scènes uit The Flying Doctors naspeelt. How did you feel when she died? I couldn't handle it. Vanavond gaat de documentaire Fan op het filmfestival in Utrecht in première. Liz kwam speciaal hiervoor naar Nederland. What an experience. I don't believe you should say no to things like this, you know. So why not? Nou, dat is toch wel bijzonder. Nou, ze is ook heel bijzonder. Nog steeds, na al die jaren. Na de première gaat Liz weer terug naar Australië en is het dan over en uit? There's nowhere I'll ever see Nienke again. Yes, of course we're going to be friends forever.